politieke praatprogramma van Twente dan. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijken? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Kijkers en luisteraars, weer een hartelijk goedenavond. U luistert en kijkt naar het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM. Het programma kunt u live volgen via Delta TV en onze Facebookpagina, waar u ook kunt reageren en uw vragen kunt stellen. Ook zijn wij vanavond weer, in tegenstelling tot vorige week, te beluisteren via Delta FM. Voor de muzikale onderbreking ga ik in gesprek met voormalig teamchef van de politie in Ommen en tegenwoordig wethouder in de gemeente Twenterand, Bart-Jan Harmsen. Ja, goedenavond. Goedenavond, Bart-Jan. Wij hebben afgesproken elkaar bij de voornamen te noemen. Ja, prima. Dus ik heet je hartelijk welkom en leuk dat je in ons programma wilt aanschuiven. Heb je een fijne vakantie gehad? Ik heb een hele goede vakantie gehad. Ben je nog weg geweest? In Nederland, aan de kust zijn we geweest. Twee kleine kinderen, dus we dachten, het blijft mooi in eigen land en niet te ver weg. Nou, gewoon een goede vakantie gehad. Ja, ja. Ik ben thuis nog bezig met de verbouwing, dus daar heb ik nog wat tijd aan kunnen spenderen. Dus, je hebt twee rechterhanden? Ik heb twee handen. Rechts zijn ze denk ik ook nog wel. Niet qua politieke voorkeur, dat heeft daar niks mee te maken, maar ik heb wel twee rechterhanden. Je moet onafhankelijk zijn als wethouder, toch? Daarom ook. Ja. Goed zo. Is het tijdens jouw piketdienst, want dat is in het zomerreces, hebben bij Tourbeurt de wethouders zogenaamd piketdienst. Ja. Is er nog iets voorgevallen waardoor je als loco-burgemeester op moest treden? Nou, volgens mij had ik mijn vakantie zo goed gepland dat ik geen enkele loco-burgemeester ben geweest. Dus, okay. Nee, dat viel allemaal net zo samen dat de andere wethouders hun loco-taak hebben gepakt. Maar ja, het is ja, een ja. Rustige zomer geweest, dus ook de andere wethouders hebben eigenlijk weinig bijzonderheden gehad. Heb je überhaupt al eens de ambtsketen omgehad? Nee, ik ben derde loco, dus dan... Ja. Ook niet stiekem een keer voor de spiegel? Nee, dat ook niet. Okay. Ik heb geen spiegel op mijn kamer in het gemeentehuis, dus ik vind het prima zo. Ben je er klaar voor om de politieke arena weer te betreden, of is het eigenlijk geen politieke arena? Ja, de ene keer wat minder dan de andere keer, en dan ben je er klaar voor. Ja. Je bereidt je voor op een onderwerp en dan ga je daar naartoe. Ik moet wel zeggen, nu je wethouder bent, dan ben je veel meer op de hoogte van de materie. Dus je staat er wel anders. Ik vind dat je daar ook op een makkelijke manier staat. Omdat je echt weet waar je over praat. Tenminste, dat hoop je dan. En wat ik altijd wel prettig vind, van soms in die politieke arena gaat het eens een keer fel aan toe. Maar je kent de mensen allemaal, je kent de raadsleden. Dus ja, het is niet zo dat het een groep of een club is die je niet vertrouwd voor je is. Dus, Nee. Ja, je hebt ook al wat ervaringen. Je komt niet nieuw binnen het gezelschap binnen. Jij weet tijdens de raadsvergaderingen de raadsleden vaak te overtuigen door de manier waarop jij antwoord geeft op de vragen. En jij schroomt ook niet om ruiterlijk toe te geven als je een keer een antwoord niet weet. En kennelijk kom je daarmee weg. Ja. Want men pikt het, om het zomaar eens te zeggen. Er is heel weinig commentaar als jij aangeeft, ik kan er geen antwoord op geven. Ja. Nou, maar dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat ik hiervoor dus zelf in de raad zat. Ik heb 8 jaar in de raad gezeten en ik irriteerde mij af en toe echt mateloos aan het gedraai. En dan kwam een heel lang verhaal en dan denk ik van ja, of zeg gewoon dat je niet weet. En dan heb ik ook vrede mee, want je kan niet alles weten. Nee. Soms dan wordt een vraag gesteld en denk ik, ja, dan heb je gewoon geen antwoord op. Ja. Maar maak er geen heel lange of een flauwekul verhaal van. Zeg gewoon dat je die weet. En dan kun je altijd zeggen van ik kom daar later op terug. Of ik doe ze u schriftelijk toekomen of via de mail. Of je kan in een ander debat nog eens een keer op terugkomen. Ja. Maar maak er niet zo'n lang verhaal van. Want soms zijn die raadsdebatten of raadsvergaderingen zijn al zo lang. En van jongens, kom op. Ja. Gewoon als je iets niet weet, zeg het dan. Of als je het een keer niet begrijpt, stel dan nog eens een keer een vraag en klaar. Ja, je communiceert kennelijk op de juiste wijze. Het komt in ieder geval over bij de raadsleden. Is dat een aangeboren eigenschap? Of heb je daar bij de politie bijvoorbeeld ook nog
cursussen voor gevolgd. Ik kan me voorstellen dat communicatie ook voor een politieman erg belangrijk is. Ja, ja, ze zeggen wel eens dat als politieman, dus je mond is eigenlijk je belangrijkste, ja, sterkste wapen. Ja. Ja, misschien speelt het mee, maar er spelen heel veel dingen mee qua ontwikkeling. Ja, je ontwikkelt je naarmate je ouder wordt. Je hebt wat langer in een raad gezeten, dus je weet ook hoe het spel gespeeld wordt. En ja, ik ben gewoon niet van die hele lange verhalen. Nee, ik ben ook niet van eromheen gedraaid. En dan zeg ik, ja, dan weet ik het niet. En zo zit ik in elkaar. Ja, daarom. Ja. 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 Ik, ja, heb okay. geen zin, ik heb geen zin om er een heel verhaal van te maken. Nee, ik, ja. Okay. Jij bent ook de wethouder, Bart-Jan, die het minst op het gemeentehuis is, heb ik in de wandelgangen vernomen. En jij bent dus veel op pad en in gesprek met organisaties, inwoners, noem maar op. Je zal dan ook wel veel gebruik gaan maken van een van de twee elektrische auto's die het college ter beschikking worden gesteld. Heb je al opdracht gegeven om een laadpaal bij je huis te laten plaatsen? Nee, volgens mij moeten we de auto gewoon weer inleveren. Het is niet onze auto, want de auto, als er een auto komt, ik heb gezegd van, dit is gewoon een pool aan auto's. En dat wil niet zeggen dat er echt een auto gelabeld is. Als iemand een auto nodig heeft, dan heeft hij een auto nodig. Nee, dat begrijp ik. Maar volgens mij, mijn informatie, zijn er twee nu extra in de leaseconstructie opgenomen. Want voorheen was er geen auto eigenlijk beschikbaar voor het college. En nu komen er twee extra's. En ik kan me ook voorstellen, Bart-Jan, dat als jij onderweg bent en je hebt s'avonds een bespreking gehad, bijvoorbeeld met de nieuwe organisatie Den Ham Doet, ja, de dorpsraad, dat je dan niet eerst naar Vriezenveen rijdt om de auto daar op te halen en dan met je eigen auto weer terug naar Den Ham te rijden. Ja. Want dan is de duurzaamheidsgedachte ver te zoeken, ja, denk ik. Ja, dat klopt. Dus dan daarvoor dacht ik, misschien een laadpaal bij jou. Nou, ik ben toch bezig met de verbouwing van mijn woning, dus ja, misschien moet ik daar maar toevoegen. Ja, ik zou zeggen. En ik weet niet of er ruimte is in het netwerk om het aan te leggen, maar dat zien we dan wel weer. Oh, anders moet ik een beetje bij de buren aftappen van de zonnepanelen. Okay. Dan, nou, oké, goed. Jij bent derde loco-burgemeester, maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. En eerste loco-burgemeester. Laten we het eens hebben over wat onderdelen die binnen jouw portefeuille vallen. En een belangrijk onderdeel daarvan is de portefeuille wonen. Ja. En op weg naar deze uitzending hoorde ik toevallig via de radio dat het Rijk 1 miljard euro extra ter beschikking gaat stellen, de komende 4 jaar dacht ik, voor de woningbouwcorporaties. Ja. Om de woningbouw te stimuleren. Dat is natuurlijk prachtig, ja, neem ik aan. Ja, kijk, ik moet uiteindelijk nog maar zien waar het geld terechtkomt. Kijk, je hoort dat bericht, je denkt, oh, nou, dat zal wel een boost geven voor de woningmarkt. Aan de andere kant, iedereen weet ook waar de bouwbedrijven mee worstelen. Die kunnen niet eens meer het personeel krijgen wat ze zouden willen. Dus aan de ene kant kan je heel veel geld pompen in de woningbouw, van er moet veel meer gebouwd worden. Maar een deel van het personeel is toen met de recessie is gewoon wat anders gaan doen. Dus daar loop je tegenaan. Ja, en ik moet ook zien wat uiteindelijk hier naartoe gaat. Dat vind ik altijd wel spannend, maar ik ben wel benieuwd. Want ik zie wel dat wij projecten hebben. Wij zitten hier nog niet echt in de knel qua woningbouw. We kunnen Vriezenveen zijn bezig met Moziek om dat allemaal voor te bereiden. Een stuk achter het gemeentehuis. En zo zijn we eigenlijk met tal van projecten zijn we bezig om daar gewoon weer echt tempo te maken. En ook in Westerhaar, de Kruidenwijk, waar we gewoon de kavelprijs hebben verlaagd naar 150 euro de vierkante meter. Om gewoon te zorgen dat die woningbouw weer op gang komt daar. Ja, er is een stukje teruggekomen in de Kruidenwijk. Kavel 28 is vrijgekomen omdat de contracten met een projectontwikkelaar die getekend waren in 2016, de contracten zijn ontbonden. Omdat de man zich niet aan zijn afspraken hield en ook geen rente betaalde. Weet je daar iets van? Nou, ik hoorde dat jij daar volgens mij een stuk over had geschreven. Ja. En verder, ik weet niet eens wanneer je dat stuk hebt geschreven, hoor. Ik heb er nog niet naar gekeken. Nou, dat geeft niet. Nee, maar volgens mij heb je dan te maken met een zakelijk geschil. En als de raad daar wat van wil weten, dan moeten ze daar iets over doen. Maar ik weet ook niet precies, hoor. Uiteindelijk, wat ik nu wel zie, is echt met die Kruidenwijk. Kijk, al zou er een kavel teruggaan, er komt echt weer tempo in nu met die Kruidenwijk. Er zijn veel belangstellenden. Ik ben echt blij mee dat er nu echt weer gebouwd wordt in die Kruidenwijk. Ja. Het lag gewoon echt op zijn gat daar. Oké, okay, nou ja, goed om te horen. Ja, daar ben ik blij mee. En als de kavel weer vrijkomt, nou ja, dan levert weer mogelijkheden op. Er komt wel iemand voor die belangstelling heeft. Ja, het was een groot stuk, hoor. Het ging om de bouw van een 6 rijtjeswoning of zo. Nou, we zien dat de belangstelling aantrekt nu dus. Ja, ook daar. Oké. Okay. Ja, en het was in 2016 verkocht. En ondertussen zijn de prijzen ook wel, de grondprijzen, gestegen.
Hoewel jullie bij de Kruidenwijk net iets... Wij gaan omlaag. Jullie gaan omlaag. We hebben bijna 50 maar goed, dan zal het niet lang blijven liggen. Dat hoop ik niet, want ik zou het voor Westra echt een goede ontwikkeling vinden dat gewoon die wijk eens een keer wordt afgebouwd. Project Zandwijk. Freddy Nijhoff heeft plannen om het historische gebouw Zandwijk aan te pakken en daar appartementen te maken. Hij heeft de tekeningen volgens zeggen klaar. En wanneer komt de gemeente met de vergunning? Wanneer zit wethouder Koster hier? Nee, hij zit namelijk bij wethouder Koster, zit hij in de portefeuille, want het is wel woon, maar het is ruimtelijke ordening. Ja, dus af en toe schuurt dat wel eens wat tegen elkaar. Daar heb ik ook even over nagedacht. Ik kon wethouder Koster niet te pakken krijgen, ik kon die aan de vragen. Maar dat is dan een antwoord. Ja. Het is een andere Wethouder Koster, ik weet dat hij er druk mee bezig is en het zou... denk ik ook een mooie ontwikkeling zijn voor Frieseveen. Want ook eigenlijk elke kant waar je Frieseveen binnenkomt... wil je dat er gewoon netjes uitziet. Ja, ja, het is nu niet, dat je zegt, van echte kwaliteit. Nee. Dus, maar de Rode Kost is mee bezig. Dus verder, dat is ook het enige wat ik weet. Ja, ja, dat alles wel in die molen zit. Dus daar ga ik Project Moziek heb je wel net iets over gezegd. Heb je enig idee wanneer de schop de grond in gaat? En het is een project wat de gemeente zelfstandig gaat ontwikkelen. Zelfstandig. Uiteindelijk gaan er wel gewoon bouwpartijen, dus bouwbedrijven. Jawel, gaan gewoon, maar jullie zijn de projectontwikkelaar. Wij gaan daar de gronden uitgeven. Maar dat kan ook best zijn dat bijvoorbeeld een plaatselijke aannemer zegt van... ik wil grond afnemen voor 10 woningen. Of voor Dus je gaat wel kijken van welke geschikte partijen kunnen we erbij krijgen. En hoe kunnen wij als gemeente sturen op zoveel mogelijk kwaliteit... maar ook de vraag die er is, dat we daar naar kunnen bouwen. Dus wanneer gaat die schop in de grond? Want dat was eigenlijk jouw vraag. Ja. Die durf ik nu nog niet te beantwoorden. Want ik weet ook hoe tricky dat is met bouwprojecten. Want als ik zeg van dat wordt begin volgend jaar en er komt een bestemmingsplan wijziging. En op een gegeven moment iemand gaat bezwaar maken. En dan zit je met allerlei procedures. Ja. Dus zij is nu nog te vroeg om te zeggen van dan. Maar er zit wel druk op intern vanuit ons. Okay. En hij is ook geprioriteerd binnen het gemeentehuis om te zorgen dat daar gas wordt gegeven op dat project. En aankoop van de kerk en zo, daar is ook nog niets van bekend. Ja, dat loopt allemaal nog. Ja, ja. Oké, goed zo. Locatie Rohof aan de Verzetstraat. Weet jij daar iets van? Bertus Campagne wil daar 10 woningen gaan bouwen, wat wij begrepen hebben. En de gemeente was daar niet, laat het zo zeggen, niet enthousiast over. Hij is wat complexer dan dat je hem nu schetst. Ja. En laat ik zo zeggen, ik heb ook geen zin om te zeggen van daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dit is wel een project of eigenlijk een woningbouwlocatie waarbij we druk met de heer Campagne. Ik ben daar samen ook geweest met wethouder Koster vanuit zijn RO, vanuit mijn woning. Ja. Ja. Zijn we ook bij hem op bezoek geweest om de situatie te bekijken hoe we dat op een goede manier kunnen aanvliegen. Dat je daar niet in één keer een complete woonwijk weer in een lintbebouwing krijgt. Dus we kunnen gewoon secuur doen. Dus de gesprekken worden met hem gevoerd. In ieder geval, fijn dat je toch iets wil erover vertellen. Maar ook, net zoals in de raad, kan je hier ook gewoon zeggen... Wel. Maar het is, af en toe heb je zo'n broedende kip. Dan is iedereen er wel druk mee. Maar als ik dan iets zou roepen, dan ga ik ook de belangen van meneer Campagne beschadigen. Dus dat wil ik. Geen probleem, maar ik weet dat het speelt. En als we dan zeg maar over wonen praten, dan komt dit natuurlijk ook naar voren. Want het is best een redelijk project. Ik ben blij dat gewoon het contact met de heer Campagne dat er gewoon hartstikke goed is. Okay. Dus, ja. Wat wil je zelf nog kwijt over de portefeuille wonen? Is daar nog iets, je zegt van, dat wil ik ook nog even met de inwoners delen? Dat wij nu heel druk bezig zijn om die projecten echt van de grond te krijgen. Dus de Zuidmaat en Den Ham, Kruidenwijk, Westerhaar, die nu dus echt begint te lopen, waar we kavelprijs hebben verlaagd. Smithoek Den Ham, waar we mee bezig zijn om dat allemaal om tempo te maken. Komen daar appartementen ook bij? Smithoek, ja? Den Ham? Nou, ons doel is om daar gewoon levensloopbestendig te gaan bouwen. Ja, ja. En geen megacomplex of wat dan ook. Nee. Maar er zijn wat ontwikkelingen omheen, wat eigenlijk partijen zijn die niet vanuit gemeente worden gestuurd. Dus bijvoorbeeld met het rangcomplex vanuit de kerk, dat weet iedereen. Er zijn ontwikkelingen gaande, maar die moeten daar zelf over communiceren, want dat kunnen wij niet. Ja, ja, ja. Maar er zijn wel allerlei ontwikkelingen en ik zit er ook elke keer wel op te pushen dat we gas moeten geven met dat soort projecten. Want anders gaan ook de jongelui gaan naar andere plaatsen, dat wil ik gewoon niet. Ook de senioren?
Oh, zeker. Daarom zit ik ook elke keer te pushen op dat hele smiddelplan. Ja. En dan kijk ik ook een beetje naar mezelf. Ja, daarom. Ik zag dat jouw buurman de woning ook al te koop had staan. Ik denk, nou, dan gaan meneer Walraaf ook wel eens een keer. Ja, nou, maar dat is zeker. Ik bedoel, je weet zelf dat ik altijd het gras maai. Want dat heb je altijd vrouw, kunnen zien. Je vrouw. Nee, dus we zitten er echt op de drukken van die projecten. En dat is ook wel dat spanningsveld af en toe met die provincie. Dat wij heel graag willen bouwen. De provincie zegt van ja, het is zoveel woningen mag, zoveel niet. Maar we moeten nu echt gas geven om zoveel mogelijk woningen gewoon hier te gaan bouwen. Okay. Of het mogelijk te maken dat mensen hun droom kunnen realiseren. En wat ik nog wel wil aangeven, dan mag je naar een ander onderwerp. Ja. Is dat we hebben net een nieuwe website, bouwenintwenterand.nl. En daar staat actueel op wat er allemaal beschikbaar is aan kavels. Okay. Dus net in de Zuidmaten, vandaag is die online gekomen, zijn ook weer 5 kavels beschikbaar gekomen in Den Ham. Okay. En dat gaat gefaseerd straks. Ja, mooi. Goede berichten. Positieve berichten. En nu zorgen dat die 1 miljard die het Rijk beschikbaar stelt, dat daar ook een gedeelte... Als we daar een half miljard van kunnen pakken, dan kom ik hier nog eens een keer een kop koffie drinken. Dan kan er dan ook zeker van af. Ja. Want dan is er misschien ook wat meer subsidie te halen voor een lokale omroep. Je weet het nooit. Nou, daar ben ik druk mee bezig. Met Ja. Dat komt na de onderbreking. Oh, okay. Ga ik daar nog eventjes zetten. Verkeer en vervoer is ook een onderwerp van jou. N36 is natuurlijk een hot item. Ja. Gisteren 9... bekeuring uitgedeeld voor mensen die zaten te appen of te telefoneren. Men zegt dat dat de grootste oorzaak is. Wat ik me dan altijd afvraag, zouden die mensen dan niet op andere N-wegen ook zitten te appen en te telefoneren? Want het aantal ongelukken op onze N36 is wel extreem hoog ten opzichte van die andere wegen. Ja, de exacte cijfers in vergelijking tot andere wegen weet ik niet helemaal. Maar uiteindelijk blijft het ook altijd wel een gevoelskwestie. Mensen moeten zich veilig voelen op een N-weg. Ja. Nou, dat is niet het geval. De N36 is wel aangepakt. Sommige delen zeg je van, nou, vind ik, dan is die wel echt verbeterd. Maar dat er nou de oplossing is, nee, absoluut niet. Nee. Dat is niet de oplossing. Maar ik weet ook wel vanuit regionaal verband dat als je kijkt regio Twente, zit nu heel erg die focus op de A35. Ja. En dat is voor ons weer wat nadelig. Ik begrijp hem wel, want heel het stuk van Enschede naar Nijverdal, dat loopt natuurlijk helemaal vast. Dus eerst die verbinding Enschede-Zwolle. Maar wij zijn wel bezig om te kijken naar Hardenberg-Hogeveen, om een soort, noemen we de coalitie of een samenwerkingsverband te organiseren, ook met bedrijven, om te zorgen van laten we die N36 weer hoog op de agenda krijgen. Ja, want misschien heeft men wel gedacht, en men is dan de provincie en misschien de Rijk ook wel, ach, we hebben wat gedaan, het is over, het is voldoende. Maar het is nog niet voldoende. Tenminste, die indruk hebben de mensen die gebruik maken van de N36. Want de overheid heeft natuurlijk ook een taak, als men zich niet veilig voelt, dat men beschermd wil worden door de overheid, van mensen die de wet overtreden. En als je zit te bellen onderweg, dan overtreed je de wet. Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk, de weg is niet gevaarlijk. Uiteindelijk zijn de gebruikers die een weg gevaarlijk maken. Maar dat wil niet zeggen dat dan een wegindeling nog past bij deze tijd. Ja. Maar het nadeel is, en dat zie je in Oost- en Noord-Nederland, is dat wij heel veel van dat soort wegen hebben. Ja. Als je hier al kijkt, de N36, N35, N34 en de N48, dat zit allemaal om ons heen. Het zijn allemaal dat soort wegen. Ja. Ja, dat is niet dat het één keer morgen allemaal is veranderd. Nee. Maar daarom zijn we wel aan het kijken van hoe kunnen we dat met bedrijven, met de politiek vanuit Hardenberg, Coevorden, wat dan ook, Hogeveen. Want ik heb laatst een gesprek gehad met wethouder Appema en dan van Appema. En wethouder vanuit Hogeveen en iemand uit Hardenberg, om te kijken van hoe kunnen we dit op een bepaalde manier ook hoog op de agenda krijgen. Ja, okay. Het fietspad bij de Rohorst is eindelijk klaar. Ja. Er is lang over gedaan en het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar ik moet zeggen, het ziet er erg goed uit. En het lijkt echt een hele forse verbetering. Ja, het is een mooi breed fietspad. Ja. En we streven ernaar om 14 september het fietspad te openen. Ik heb net vandaag contact gehad met de voorzitter van VV Den Ham om dan die dag te gebruiken als opening. Dus het is nog niet helemaal, staat nog niet 100% vast, maar dat is wel doel worden. Dat is ook het begin van de 650 jaar Vriesenveen, geloof ik, 14 september. Ja, en volgens mij Monumentendag is er nog. Erfgoedprijs, dus van alles wat. Ja, okay. Dus dat wordt een feestelijke dag. Dat was een van de knelpunten die op een lijstje tevoorschijn kwamen van verkeersknelpunten in Den Ham. Ook stond hoog op de lijst de verkeerssituatie bij Harwich. Ja, zijn we mee bezig.
Kan je daar iets meer over zeggen? Kan ik daar iets meer over zeggen? Nou, wel dat er gesprekken worden gevoerd natuurlijk met... Want we hebben ook te maken met grondeigenaren. En dat zijn geen investeerders. Dat zijn gewoon particuliere mensen die daar in de buurt wonen. Die daar bijvoorbeeld grond hebben. Nou, die moet je ook respecteren. Ja. En wij proberen daar gewoon op een goede manier uit te komen. We hebben uiteindelijk wat scenario's ontwikkeld. Okay. En die ook bekeken. Die hebben ook voorgelegd aan de verkeersdeskundigen. Ja, dat is voor ons een wenselijk scenario uitgekomen hoe we dat kunnen oplossen. En dat, maar ja, we hebben wel mensen nodig die welwillend zijn. Dus die gesprekken worden gevoerd. Er wordt aan gewerkt. Daar zijn we druk mee bezig. Ja, goed. Ja. Enig idee wanneer daar iets over naar buiten zou kunnen komen? Nee, want ik wil eerst dat het gesprek met die mensen gewoon netjes wordt gevoerd. Want anders ga ik daar druk op leggen. Ja. En dat wil ik die mensen, die families gewoon niet aandoen. Wil je over deze portefeuille nog iets extra's met ons delen? Verkeer en vervoer? Nee, ik heb niet wat bijzonders op dit moment. Nee. Okay. Recreatie en toerisme. Ja. Belangrijke portefeuille. Den Ham is ooit aangemerkt als toeristische kern. Ja. De TTI, dat was eerder VVV, stopt per 30 september. Ja. En we gaan het over het verleden maar niet hebben. De verhoudingen tussen de gemeente en de VVV waren niet altijd maar de wisseling van de wacht met Gasvrij Twenterand is in goede harmonie verlopen. Ja, we hebben heel wat gesprekken gevoerd om dat soepel te laten verlopen. Ja. En als je toch even terug wil kijken naar het verleden. Ja. Nou, ik denk dat wij zeker Betsy en Gea Bos daarin dankbaar mogen zijn, ook het bestuur. Want als je kijkt naar wat Gea en Betsy Bos allemaal hebben verzet qua werk. Ja, die, als we dan toch terugkijken, die wil ik maar nogmaals... Ik zei liever niet, maar je mag. Nee, maar dat vind ik een positief iets daarin. Die hebben gewoon heel veel werk verzet. Dus die ben ik wel zeer dankbaar voor wat ze hebben gedaan. En ik ben ook wel het bestuur dankbaar voor dat de overstap van TTI naar Gasvrij Twenterand. Dus het omzetten na. Eigenlijk een nieuwe organisatie die opstaat, dat dat gewoon soepel verloopt. Ja. Dat het in een goed overleg gaat. Ja. En ik weet ook wel, je hebt altijd een gat. TTI stopt, Gasvrij Twenterand zit in een opstartfase. Er ontstaat altijd een dip, ook in de activiteit, en dat hou je. En, ja, de evenementenagenda, die wordt tot 30 september door Gea Bos en de andere mevrouw beneden de naam kwijt. Betsy. Ja, Betsy, ja. Wordt keurig verzorgd, wordt ook gedeeld met de media. Ik heb ze gebeld een paar weken geleden. Men weet nog niet wie dat over gaat nemen. Nee, nou, dat is Gasvrij Twenterand. Die hebben volgens mij vorige week donderdag een overleg gehad. En dat wordt ook afgestemd. Wat ik al zei, ik verwacht dat er altijd wel iets in dit komt. Ja, maar dat hou je. Het schitterende middendorpshuis raakt in principe een huurder kwijt. Ja, huurder. Zij hadden dat in gebruik van de gemeente. Dus. Maar je mag het zien als huurder, als, gebouwbezetting. Zijn daar al plannen over hoe dat ingevuld gaat worden? Want die ruimte komt vrij. Ja, er zijn natuurlijk nog wel wat stichtingen of organisaties die daar nu gebruik van maken. Expositieruimte. De gesprekken zijn ook gevoerd daarmee voor de eerste keer. Ik heb ook wel eens dat ik denk van het zou ook wel een mooie klus zijn. Bijvoorbeeld voor Den Ham Doet, die nieuwe stichting of de nieuwe organisatie die is opgestaan. Maar daar heb je het volgens mij straks nog over. Dat zij eens gaan kijken van hoe kunnen wij Den Ham voorzien van een mooie invulling voor het middendorpshuis. Maar wij zijn er intern ook wel mee bezig om te kijken van wat kunnen we daarmee. Oké. Maar dat is ook in die overgangssituatie waarbij ik wel probeer aan te sturen van zorg dat de activiteiten blijven plaatsvinden. Vanuit Gasvrij Twenterand dat daar bijvoorbeeld een kantoorfunctie of wat dan ook. Maar ja, ook daar zal even een dip ontstaan. Dat is gewoon zo. De Brink in Den Ham. Op dit moment tijdelijk autovrij, ruimte voor een terras. Ja. Wanneer wordt dat structureel gemaakt? Ja, dat ligt nou wel gevoelig. Maar daarom vraag ik het ook. Gevoelig. Ik vind je moet ook in zo'n traject als deze moet je ook belangen afwegen. Je moet kijken van hoe ligt dat in de buurt, hoe ligt dat bij ondernemers. We hebben dit zomerseizoen hiermee gedraaid. Wat volgens mij wel een mooi beeld heeft opgeleverd van hoe aantrekkelijk nu de Brink is qua recreatieve sector. Want het is echt hartstikke druk bezocht. Ja. En we hebben ook een gesprek gehad met de buurt en ondernemers om te zeggen van nou, na die hele zomerperiode, na het toeristische seizoen, dus eind september, begin oktober, gaan we weer met elkaar om de tafel om een aantal zaken te evalueren. En dan kijken van hoe gaan we er verder mee. Ja, je weet natuurlijk als je daar gaat wonen of woont,
dat daar ook wel iets georganiseerd wordt op zo'n Brink. Maar ik begrijp de gevoeligheid. Jij bent ermee bezig. Ja. En laat ik maar zo zeggen, ik heb er wel vertrouwen in dat je eruit komt. Nou, ik hoop ook dat de omwonenden, ondernemers zelf met elkaar eruit komen. Ja. Want ik kan van alles vinden. Ja. Maar zij zijn zeker ook belanghebbenden. Ook een heel belangrijke speler in deze. Ik hoop op een goede afloop. Maar ook, kijk, wat je net aangaf van mensen die wonen daar, die weten dat er activiteiten zijn. Het is wel zo, ja, kijk, als je daar nieuw komt wonen, je woont er net een jaar, dan weet je van wat er allemaal te doen is. Maar er zijn ook mensen die wonen hun hele leven daar al en de activiteiten nemen alsmaar toe. Ja. En ik vind dat je dat punt ook altijd wel zeer serieus moet nemen, gewoon als gemeente zijn of als wethouder. Dan denk ik van ja, het is niet altijd maar vanzelfsprekend dat mensen alles maar hoeven te pikken. Dan moet je altijd wel een goede balans in zien te vinden. Okay. Communicatie is ook een belangrijke portefeuille van je. En ik vergeet nooit dat jij als raadslid, volgens mij bij het begin van de vorige coalitieperiode, de toenmalige wethouders een boekje hebt overhandigd, Communiceren of Communicatie voor Dummies. Ja, dat klopt. Dat was op dat moment in jouw ogen nodig. Anders overhandig je dit boek niet aan de wethouders. Wat is er ondertussen veranderd? Of is er niks veranderd? Nou, het is denk ik ook naar de wethouders zelf toe. Want jij gaf in het begin al aan van, ja, je communiceert wel makkelijk. Je krijgt de raad wel makkelijk mee. En dat vond ik toen ook. Dat ik dacht van, man, kom op. Of klets er eens niet omheen. Of ik doe zo'n boekje en praat gewoon op een normale manier. Ja. Praat gewoon normaal met de raad. Praat normaal met je inwoners. En natuurlijk, communicatie kan je van alles van vinden. Wat de ene goed vindt qua communicatie, vindt de ander niet goed. De een vindt dat je heel veel moet communiceren. De ander zegt van, al die berichtjes, daar word ik helemaal moe van. Dus het is altijd heel lastig. Het is elke keer weer aftasten van wat werkt, wat werkt niet. Je probeert ook veel meer met visuals dat soort dingen te doen. Bijvoorbeeld begroting in één oogopslag, dat heb ik allemaal wel in gang gezet. Ja. Nou ja, goed, maar ook waar ik het net over had, bijvoorbeeld de bouw in Twenterand. Dat ik daar kwam, ik vond die site, ja, ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Ik vond het gewoon echt een waardeloze site die er stond. Nou, er was ook nog, we hebben een hele goede partijen binnen onze gemeente. Bedrijven die goede websites kunnen bouwen. Het kwam ook niet uit onze gemeente. Ik zeg van, de website is gewoon prut, ook qua communicatie. En ik wil gewoon uiteindelijk dat wij dit kunnen wegzetten binnen onze gemeente. Nou, dat hebben we gedaan. En er staat nu gewoon een duidelijke website die ook goed leesbaar is. Dus je pakt de communicatie op. En je bent. Je ziet ook het belang van het communiceren. Ja, uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ja. Maar het blijft ook altijd wel lastig, omdat je, zag je toen ook al in de raad, dat de raad zegt van vanuit de PvdA kwam die oproep, PvdA GroenLinks, van ga op een zo makkelijk mogelijke manier communiceren, ook in je correspondentie, in je brieven. Ja. Maar ook heel veel zaken zijn gewoon juridisch of technisch. Dan kun je niet zeggen van, maak er een mooi verhaal van, maar dat werkt gewoon niet. Sommige dingen zijn echt technisch of juridisch en dat kan je niet op een andere manier uitleggen. Maar gewoon een simpele berichtgeving via Facebook, Twitter, Instagram, van alles kan je wel. Heb jij als wethouder op dit moment ook wat meer begrip dat men tegen problemen aanloopt vanuit de kant van het gemeentehuis over de communicatie dan vroeger als raadslid? Ja, uiteindelijk kijk je altijd anders tegen dingen aan. Kijk, als raadslid is het ook wel makkelijk. Je kan heel makkelijk roepen. En dan zal ik niet zeggen dat deed ik net zo goed. Ik merk wel, de wereld is wel wat complexer geworden. Ook met het Facebook, social media verhaal dat alles ligt onder een vergrootglas. Iedereen kan zomaar wat roepen, iedereen kan reageren. Dat maakt het wel wat complexer. Maar ook wel de hele communicatie rondom. Bijvoorbeeld, je haalt er toen straks wat aan van een woningbouwproject of van een. Waar hadden we het in het begin over? Dat je zei van, daar had je nog een stuk over geschreven. Over die kavel, bijvoorbeeld de Westzade. Ja. Maar soms zijn zaken zo complex en juridisch complex dat je dat niet met een berichtje van 140 tekens kan sturen. Dat is wel lastig, hoor. Ja. Nee, goed. Maar daar kom je dus ook achter nu aan de andere kant. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, maar, en dat is ook leuk om deze keer mee te maken. Wel een uitdagende portefeuille, communicatie. Ja. Okay. Maar wel een hele leuke. Ja, en een heel leuk team. Want die ambtenaren die ze zeiden, ik vind het echt een leuk team. Maar je vindt het ook leuk, hè? Het,
wethouders of spelen. Ja, ik vind het leuk, ja. Het is te zien. Spelen nog wel. En er zijn er meer, hoor. Je bent niet de enige van het college die dat een beetje uitstraalt. We hebben wel heel veel plezier bij elkaar. Ja. Kan dat ook heel goed laten zien. Detailhandel. Ja. De zondagsopening. Laten we maar even rusten. Bart-Jan, daar hebben we genoeg over gesproken. Ja. Het is in mooi proces geweest. Een mooi proces geweest. Je hebt een beetje voor Salomon gespeeld. Maar ik weet ook wel van wat is met welk voorstel ik ook was gekomen. Als ik had gezegd van ik doe het voor heel Twenterand. Dan was de uitkomst geweest van maar je hebt niet geluisterd naar de inwoners. Want Friese Veen willen niet. En dus, er dreigen grote schadeclaims te komen. Van twee bedrijven naar aanleiding van een uitspraak van de rechter over het verkopen van elektrische fietsen op het bedrijventerrein in Vroomshoop. Je weet waar ik het over heb. Gevro en Luvro. Ik begrijp dat je, als het onder de rechter is, hem niets over kan zeggen. Is dat de situatie? Ja, ik denk dat ik, als we daar wat over gaan roepen nu, dan gaan we het belang van die ondernemers schaden. Dit is zo'n complex dingetje. Ja. Dat lukt niet in de 140. Mag wel wat water pakken. Ja, zeker. De provincie lijkt nu iets te gaan doen aan de mogelijkheden om een klein beetje meer ruimte te geven voor bijzondere gevallen om toch gedeeltelijk detailhandel te gaan doen op bedrijventerreinen. Men zegt zelfs dat als dat toen al bekend was, Konijnenberg had kunnen blijven zitten. Dan zeg ik niet dat hij niet had kunnen verkopen zijn bedrijf, daar gaat het niet over. Heb jij daar informatie over dat dat werkelijk zo is? Dat Van Haaf, gedeputeerde Van Haaf, er echt mee bezig is? Nou, ik denk eerst zien dan geloven. Want ik krijg steeds signalen binnen dat men juist wil gaan naar compactere winkelcentra. Omdat detailhandel onder druk staat door alle Zalando's en Amazons. Of Amazons, het is er maar één. Amazon en Zalando is er ook maar één. Maar dat soort bedrijven. Nee, maar dat staat gewoon onder druk. Ja, men wil toe naar die verdichting. Ja, en ik moet het nog maar zien. Eerst zien dan geloven. Ja. Kijk, het heeft ons al heel veel gedoe opgeleverd. We hebben er ook last van gehad. We hebben ook veel gesprekken gehad met de provincie. Ja. Ik denk van, nou, dan ben ik benieuwd hoe dat wordt uitgewerkt. Je bent ook kernwethouder van de kern waarin jij zelf woont. Ja. En dat is ook mooi meegenomen, zeg ik maar. Want dan krijg je toch iets meer mee dan dat je in een andere kern woont. We hebben weer want ik woon ook in Den Ham. We hebben weer een dorpsraad. Ja. Den Ham doet. Ja, ze willen niet dat ze een dorpsraad zijn. Ze zijn een Den Ham doet. Ze zijn gewoon een. Ja, oké. Okay. Maar ze worden gefaciliteerd, neem ik aan, als zijnde een dorpsraad. Ja, ja. Kijk, wat zij zelf ook wel aangeven, ze willen geen politiek verlengstuk zijn. Politiek is democratisch gekozen en de dorpsraad of een plaatselijk belang, dat af en toe wordt het wel eens geassocieerd met politiek. Politiek verlengstuk, waarbij men ook zegt van ja, wij zijn niet democratisch gekozen. Wij zijn gewoon een club mensen die zich inzetten voor dorp. En wij gaan op projectbasis gaan we dingen doen. Dus we pakken een mooi project eruit. Daar gaan we onze energie op zetten. En wij zijn niet een tweede gemeenteraad of. Nee, maar het is wel fijn dat er wel weer zo'n, dat Den Ham doet, er is. Er was een lacune. Ja. Het was even stil. Er werd in die richting niet meer gewerkt, zeg maar. Ja. En dit college zet wel in op de communicatie met dit soort organisaties. Of je het nou dorpsraden noemt of algemeen belang of Den Ham doet. Ja. Dat is wel de insteek, en staat volgens mij ook in het coalitieakkoord, dat die meer betrokken worden bij. Dus jij bent blij dat Den Ham doet er weer is? Nou, ik ben blij dat er een groep mensen zijn die zich op een goede manier gaan inzetten voor dorp. Die zeggen van wij zien het belang van het oppakken als inwoners van projecten in dorp. En kijk, moet je altijd dorpsraden op allerlei manieren betrekken bij je beleidsstukken? Ja, ik denk het niet. Want maar waarom zou bijvoorbeeld een aantal mensen die in een dorpsraad zitten een andere stem hebben dan gewoon de andere inwoners? Uiteindelijk. Ik denk, mooi van deze vorm vind ik, is dat zij echt bezig zijn van we willen veel meer op projectbasis wat doen. Dus als wij bijvoorbeeld iets zien met energie, of we zien iets met ouderen, of we zien iets met armoede of wat dan ook, dan willen ze daar meer aan de slag of iets met evenementen. Maar niet dat hele politieke verlengstuk. Daar willen ze zich niet meer op begeven op dat vlak.
Spelen er nog meer zaken in Den Ham waar je op dit moment even nog de nadruk op wil leggen vanuit je functie als kernwethouder van Den Ham? Nee, we hebben het net benoemd. Dus woningbouw, de Brink. Ja. Nou, bij Harwich zijn we bezig. Ja. Dus, Oké. Okay. Nou, je bent ook nog, want ik heb je doopzeel gelicht natuurlijk, dat begrijp je. Ja. Extern vertegenwoordig jij de gemeente als het gaat om recreatie en toerisme. Ja. Dat begrijp ik. En mobiliteit. Wat houdt de mobiliteit precies in? Ja, mobiliteit is gewoon voor verkeer en vervoer. Ja. Dus als je het dan hebt over van... je bent extern vertegenwoordiger. Je hebt gewoon een samenwerkingsverband in de regio. Waar we toen straks over hadden, bijvoorbeeld de N36. Ja, dat bespreek je ook in het mobiliteitsoverleg vanuit de regio. En soms ook vanuit de provincie. En de regio zijn 14 gemeetes? Ja. Ja, ja. Okay. Wel in deze. Ja. Bart-Jan, het is ruim 5 minuten over 7:30. Nou, moet je nagaan. De tijd vliegt. De tijd vliegt, hè. Ik dank je voor de komst naar de studio. Ja. Het is een gesprek geweest waar ik, voor mijn gevoel, wat minder aan het woord ben geweest. Maar dat was ook de bedoeling. Ja, maar dat was ook een keer een uitdaging. Want af en toe dan ben jij meer aan het woord. Ja, ik denk, dan gaan we eens iets anders doen. Ik ben daar blij om. Ja. Het is voor een presentator heel makkelijk als die iemand aan tafel heeft die wat wil vertellen. En anders wordt het trekken. Ja. Dus ik kijk er met een goed gevoel op terug. Ik hoop dat jij ook hebt kunnen... zeggen wat je wilde zeggen. Ja. En anders dan heb je hier nog even de gelegenheid voor. Maar ik denk dat we alles wel doorgenomen hebben. We zijn niet diep ingegaan op alle onderwerpen. Nee, maar dan wordt het soms ook zo'n technisch gekletst en dat wordt ook niet interessant. Ik ben blij dat je geweest bent en ik dank je voor de komst. Ja. Kijkers en luisteraars. Dank je wel. Nog even blijven zitten. Ja, ga je voor de camera lopen en daar hebben de heren van de regie een hekel aan. Kijkers en luisteraars, we gaan er even tussenuit. En straks zijn we weer bij u terug met een andere gast. Tot zo. En luisteraars, u bent weer terug en u zag een opname of hoorde een opname van BB89, een big band die op 15 december 2019 optreedt in het Grand Café Het Punt. En ik heb begrepen, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Inmiddels is aangeschoven bij mij Brenda Hannenberg, penningmeester en secretaris en waarnemend voorzitter van de Delta Media Groep, de lokale omroep van Twenterand, waar wij met ons programma onderdeel van uitmaken. Hartelijk welkom, Brenda. Ja, dankjewel. Waarom, Brenda, is... Wij mogen elkaar tutoyeren. Waarom is de lokale omroep belangrijk voor een gemeente? We hebben toch RTV Oost? En daar betalen we toch ook voor?
Ja, maar RTV Oost die doet natuurlijk heel veel en die brengt niet echt het lokale nieuws bij de mensen. Zoals een agenda van wat hier in Vroomse Hoop gebeurt en zo, zal een RTV Oost niet uitzenden. Nee. En die zal toch meer richting de grotere evenementen gaan die dan richting Enschede, Hengelo en die kant op zijn. Ja. Kleine evenementen, misschien de triathlon hier in Vroomse Hoop. Wel, want dat is natuurlijk een groot evenement. Ja. Maar de kleinere dingetjes, ja, die sneeuwen onder. Nee, ja, maar ik had ook wel verwacht dat jij een voorstander zou zijn van de lokale omroep, hoor. Dus daar geen misverstand. Maar het is een toegevoegde waarde, een lokale omroep, omdat ze aandacht kunnen besteden aan de kleinere evenementen die bijvoorbeeld RTV Oost laat liggen. Juist. Laat staan de landelijke media. Ja. Ja. Okay. Ja. Jij bent al heel wat jaartjes, Brenda, betrokken bij de lokale omroep. Hoe lang al en hoe ben je er zo betrokken bij geraakt? Ik ben begonnen op september 1995. Als technicus bij het kinderprogramma Lollipop. Op een zondagmiddag. En ik ben er terechtgekomen eigenlijk door de toenmalige presentatrice Jeanette van Maurik. Van het programma Lollipop. En het feit dat mijn vader bij de radio, ook bij de lokale omroep, toen nog LOV, het Gouden Ouwe programma deed. Dus de gouden, jaren 50, jaren 60 muziek. Je met de paplepel in. Het is een, ja, ja. Eigenlijk wel. Bijna wel. Ja, ja. Je bent niet alleen bestuurslid, maar je zei er net al wat van. Maar door omstandigheden heb je nu wel veel taken. Daar hebben we het al even over gehad en daar gaan we dadelijk nog meer over hebben. Ja. Maar buiten deze taken ben jij ook radiotechnicus. Ja. En volgens mij vrijwel alle zaterdagen betrokken bij het sportprogramma. Een sportprogramma wat heel goed beluisterd wordt. Ja, het sportprogramma doe ik één keer in de 14 dagen. Oh, ja. Afwisselend met een andere jongen. Normaal, mijn eigen programma, zoals het zegt, is eigenlijk de zondagmorgen. Aha. Dus, vertel daar iets meer over, want zondagmorgen lig ik meestal nog even. Ja. Gewijde muziek wordt op dinsdag wordt het programma gemaakt en dat wordt dan uitgezonden op zondagmorgen. Maar ja, de kerkdienst moet ook uitgezonden worden. Ja, ja. En er zal toch iemand hier moeten zijn die dan zorgt dat de kerkdienst uitgezonden wordt. Ja, ja. Daar ben je elke zondag? Doe ik elke zondag. Dus vanaf het moment dat eigenlijk de kerkdienst uitgezonden wordt, tot en met het kinderprogramma Lollipop van 12 tot 1, ben ik hier in de studio. Ja, ja. Ja. Dan ben je hier helemaal moederziel alleen. Nee, is niet waar. Want op zondagmorgen komt er, en dit is een beetje tegen kerkelijke gebruiken in de schoonmaakster. Maar dan kan ze rustig schoonmaken. Ja, er is ja, 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 ja. En, maar ik denk wel dat dat vergeven wordt, hoor. Dat mag wel op zondag, toch? Ja. Ja. Rob, bij sommigen niet. En het kinderprogramma Lollipop wordt gedaan door een jongen die iets minder bedeeld is. Dus die heeft wat begeleiding nodig. Ja, ja. En daarom ben ik ook hier in de studio. Delta heeft dringend behoefte aan technici. Want we hebben het nu toch over technici. Dus laten we daar even op doorgaan. Ja. Zowel bij de afdeling radio als bij de afdeling televisie. Ja. Wat maakt het zo leuk om verantwoordelijk te zijn voor de technische zaken rond de radio en de televisie uitzending? En moet je hiervoor nog specifieke kennis hebben? Ja, ik vind het ook al moeilijk om het woord technici te gebruiken. Want mensen die zeggen dan al, ik ben niet technisch, ik ben niet technisch. Ja, eigenlijk moet je. En het woord knopjesschuiver is misschien een beetje heel basaal. Mm-hmm. Maar je hoeft niet echt specifieke kennis te hebben. Als jij op je gehoor een beetje weet hoe muziek werkt en je kunt als een plaat is afgelopen een volgende plaat starten, of je kunt met nadat iemand wat gesproken heeft zeggen van nou start ik een plaat in en dat soort dingen, dan ben je eigenlijk al is het eigenlijk al voldoende. De manier waarop het gebeuren moet, dat krijg je hier intern, krijg je gewoon een opleiding. Dan leren we je gewoon en we leren je omgaan ook met de computers, met de cd's, met whatever apparatuur er staat. En er staat best wel heel veel aan apparatuur. Dus daar hoeven mensen helemaal niet bang voor te zijn. Nee, het is zo van, hou je van muziek en lijkt het je leuk, kom gewoon en probeer het. Het is een leuke club, mensen die jullie hebben, maar het is beperkt. Er wordt dus een beroep gedaan op te veel mensen, omdat er onderbezetting is. Op dit moment, en dan neem ik mijzelf even als voorbeeld. Vorig seizoen is er een technicus gestopt. Die deed twee programma's door de week. Ja, daar hebben wij geen andere technicus voor. Dus dat betekent dat ik nu in de zomerperiode op een dinsdagavond een programma heb staan doen. En nu vandaag
om 6 uur ook hier weer in de studio was, ja, om een programma met iemand te doen. Dus, nou goed, aan het eind van dit gesprek zullen we nog even een algemene oproep doen voor vrijwilligers. Ja. Maar op dit moment zitten we echt omhoog met, met maar, vrijwilligers. Maar je hebt als bestuurslid al een aantal voorzitters voorbij zien komen, denk ik, vanaf 19. Nee, niet als bestuurslid. Nee, bestuurslid niet. Nee, jij hebt in je loopbaan als bij de lokale omroep, ja, al een aantal voorzitters voorbij zien komen. Ja. En helaas moest Delta enige tijd geleden weer op zoek naar een nieuwe voorzitter. En daar ben je wel direct bij betrokken. Ja. Maar ook dat, die zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De man die naar buiten toe, of vrouw, die naar buiten toe de lokale omroep vertegenwoordigt. Ja. Gaat niet makkelijk. Bijna. Nee, gaat absoluut niet makkelijk. We hebben een aantal mensen benaderd. En een heleboel mensen is ook vereerd dat we hun vragen. Ja. Dat dan wel, maar ja, meestal de mensen die je vraagt, die doen al heel veel, ja, ook voor andere verenigingen. Ja. En die bedanken er dus voor. Nou moet ik wel zeggen, we hebben wel een nieuw bestuurslid gekregen. En die hadden wij ook graag als voorzitter willen hebben. Maar heeft gezegd van, nee, dit is mijn eerste bestuurlijke functie die ik doe. Dus ik wil niet meteen in een voorzittersfunctie. Okay, dus het bestuur is wel uitgebreid. Okay. Maar, kom ik zo dadelijk ook nog op terug even. Maar, wat voor iemand zoeken jullie? En waarom moeten mensen zich hiervoor beschikbaar stellen? Wij zoeken eigenlijk een jonger iemand. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. En jonger dan wie? Jonger dan ik eigenlijk. Oké. Okay, jonger. Ja. Eigenlijk iemand die eind 20 is, begin 30, daar die richting. En je hoeft niet per se iets met radio te hebben. Daarvan hebben we gezegd van nee, als jij komt als voorzitter, want dat was Geert namelijk ook niet. Geert had ook geen, de vorige voorzitter, had ook geen binding eigenlijk met de lokale omroep. Dus dat maakt allemaal niet uit. Netwerk is misschien... Netwerken zou heel fijn zijn. Dus... En dat is wel een vereiste, absoluut geen politieke binding. Nee. Nou, de mensen nemen het tot zich en we gaan het afwachten. De overheid, Brenda, heeft bepaald dat lokale omroepen meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Ja. En dat is eigenlijk een eis. Ja en nee. Vanuit de overkoepelende organisatie voor lokale omroepen, de OLOM, is in 2013 een convenant gesloten met de VNG, de overkoepelende organisatie voor werkgevers en dat soort dingen. En dat convenant is in 2017 vernieuwd en dat soort dingen. Zij hebben eens gekeken van hoe ontwikkelt zich nu het medialandschap met betrekking tot kranten, met betrekking tot de radio, het internet en alle andere dingen, boeken. En hoe ontwikkelt zich het medialandschap en kan een lokale omroep daarin mee? Nou, een lokale omroep op zichzelf, een kleine omroep van een kleine plaats zoals wij kunnen dat niet. Bijvoorbeeld om nu naar digitale radio te gaan, zoals DAB+, wat heel veel aangeprezen wordt. Dat is voor ons godsonmogelijk qua kosten. Het is veel en veel te duur. Dus men heeft ook gezegd van, om het te kunnen laten bestaan en mee te gaan in die stroom, moeten eigenlijk de omroepen, de lokale omroepen, gaan samenwerken. Maar dan moeten ze ook eigenlijk meer geld krijgen vanuit de overheid, om daar ook daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. Goed. Jullie zijn gesprekken gestart met Dallofsen, Ommen, Harreberg en Twenterand. Ja. Daar is ooit een intentie uitgesproken en misschien wel vastgelegd, dat weet ik niet. Maar om te kijken of jullie nader tot elkaar konden komen. Ja. Helaas is Ommen en Dalsen zijn afgehaakt. Ja. En op dit moment zijn er van die 4 Harreberg en Delta Twenterand over. Ja. Is dat een basis om volgens het Rijk dan, zijn jullie met z'n tweeën groot genoeg om te voldoen aan de eisen? Jij zegt, ja, het is niet helemaal een eis, maar goed, laten we zeggen de wens. Nee. Dus zou eventueel, en ik loop maar even vooruit, want ik kijk ook even naar het klokje. Zouden daar bijvoorbeeld, om als voorbeeld te noemen, Wierde, waar de lokale omroep eigenlijk op dit moment op zijn gat ligt. Ja.
en Hellendoorn, waar het wel goed gaat, zouden die daarbij aan kunnen schuiven? Zodat je met z'n vieren weer een wat breder front zou kunnen maken? Of is dat uitgesloten? Daar hebben wij, ja, dat zou kunnen. Wij hebben in eerste instantie gezegd, wij gaan gewoon met z'n tweeën verder. Want je zult naar een streekomroep moeten. Anders dan is het over een paar jaar gewoon gedaan. Ja. Dan krijg je geen verlenging van je zendmachtiging meer en dat soort dingen. Dus wij hebben gewoon gezegd van, we gaan door. Vanuit de gemeente, de wethouder die net geweest is, die hebben gesprekken gehad ook met gemeente Ommen en dat soort dingen, om toch te proberen om Ommen er weer bij te krijgen. Dat is helaas ook vanuit hun kant niet gelukt. Nee. En toen hebben wij gezegd van, oké, we gaan door, we gaan verder met de samenwerking. We gaan ook inzetten op het keurmerk wat er is voor wat ontwikkeld is voor lokale omroepen en dat soort dingen. Maar ja, als er clubbers zijn die zeggen van, ja, we willen daarbij aansluiten, dan staan we daar absoluut voor open. Ja, ja. En dan gaan we ook met hun dingen. Jullie nemen vanuit de twee, zeg maar, Hardenberg, Twente, dan daartoe geen initiatieven? Nee, op dit moment niet, omdat wij op dit moment bezig zijn op de achtergrond met een beleidsmaker die geprobeerd heeft voor Wierden, Hellendoorn, Hof van Twente en met de gemeente samen een streekomroep te vormen. Waar die heel erg ver mee was, totdat één van de vier gemeenten zei van, ja, maar dat kan eigenlijk niet, of het past eigenlijk niet. En toen is het op zijn gat gevallen. Wij zijn nu met diezelfde kwartiermaker bezig om een beleidsplan voor de komende jaren op te zetten en structuren te vinden. Daar zijn we net mee gestart, omdat we moesten wachten op de kosten vanuit de gemeente of we het konden betalen of niet. Dus dat gaan we eerst ontwikkelen. En in de tussentijd gaan we, pas als we dat op papier hebben, dan zeggen van oké, nu hebben we iets waarmee we verder kunnen. Je noemde al even de kwartiermaker. De gemeente Hardenberg en Twenterand hebben gelden beschikbaar gesteld. Ja. Om Jos van den Born zeg maar aan te stellen als kwartiermaker. Ja. En die kan aan de slag. Ik heb even gekeken op de LinkedIn-site van Jos van den Born. En dan moet ik even citeren. Van den Born heeft als directeur van het Spoortheater en het Zin In Theater, als medeoprichter van de lokale omroep Hellendoorn, heb je al gezegd, en door tal van andere bestuurlijke functies zijn sporen in de samenleving ruimschoots verdiend. Hij is creatief, communicatief, analytisch en kan op voortreffelijke wijze het sociaal-democratische geluid laten horen. Dat laatste vind ik persoonlijk nou niet zo belangrijk, maar dat kan aan mij liggen. Maar het is een indrukwekkend cv als je dit zo leest. Ja. Jij hebt hem al enige tijd meegemaakt, want hij is al langer ook adviseur bij jullie geweest. Voordat wij daadwerkelijk gezegd hebben, we gaan ook met hem in zee, hebben we natuurlijk wel contacten met hem gehad, omdat hij ook bij de provincie Overijssel geweest is om te proberen om daar voor de lokale omroepen in Overijssel, en dan niet zozeer Delta FM of Noos of Hellendoorn of Wierden, maar echt voor alle lokale omroepen, om te zien of die daar een soort overgangskrediet kon vrijkrijgen, waarmee de lokale omroepen een opstart kunnen maken, dan een jaar of 2, 3 kunnen overbruggen, totdat er geld vanuit het Rijk beschikbaar komt. Ja, ja, ja. Want in principe, er is in het Rijk voldoende gelden, alleen die komen niet beschikbaar. Nee. Dat is het grootste probleem. Ze liggen op de plank, maar we moeten zorgen dat het hierin komt. Hè? Juist. Ja. Is er een tijdspad afgesproken wanneer de kwartiermaker, zeg maar, zijn resultaten kan presenteren? We zijn nu net begonnen en het tijdspad gaat lopen, want de aanvraag moet natuurlijk in 2020 bij de gemeentes worden ingediend en dat soort dingen. Dus tot en met ergens halverwege 2021 ongeveer. Okay. Nou ja, qua kwalificaties voldoet de man aan alle eisen. Dus laten we maar afwachten wat de resultaten worden. En ik denk, maar dat is ook persoonlijk weer, dat het niet verkeerd zou zijn om te trachten buiten de twee organisaties om daar nog aanvulling aan te geven. Als je het wil hebben over streekomroep, dan wordt het draagvlak toch. Qua als je gaat kijken naar wat de OLON specificeert, zijn Noos en Delta samen te klein. Ja. Qua bereik. Ja. Dus zijn de gemeente, laat ik het zo zeggen, is de gemeente Hardenberg en de gemeente Twenterand te klein. Gaat het om. Het is ook een beetje qua richting, te veel richting Hardenberg. Dat gebied is wat groter. En richting onze kant zou Hellendoorn en Wierden er goed bij komen. Zou passen. Dan heb je een mooi cirkeltje. Zou passen. Ja, oké.
Ja, of de samenwerking, hoe die nu al gaat, want jullie werken al een tijdje met Hardenberg samen. Zijn dat, als ik vraag hoe gaat die samenwerking, zal jij niet zeggen dat die slecht gaat. Dat is ook duidelijk, maar wat merken we daarvan? Op dit moment is het zo dat, in de vakantieperiode niet, maar voor de vakantieperiode en dadelijk na de vakantie, als nu, nemen wij al programma's van Noors over. Dat is een drietal programma's. Dat is het programma Dolfijn op een woensdagavond. Radio. Verhalen voor de nacht is op de woensdagavond. En Boeken met Michel op de donderdagavond. Dat zijn programma's die in Hardenberg bij Noors worden gemaakt. En hier worden uitgezonden. Andersom is het ook zo. Wij, het programma Op Maat, wat hiervoor was op de radio. Dat wordt dan in Hardenberg uitgezonden en het kinderprogramma Lollipop, want Hardenberg heeft bijvoorbeeld geen kindermuziek. Nee. Ondertussen hebben wij een website laten ontwikkelen voor tussen de gezamenlijke onderroepen. Die is klaar. Die wordt op dit moment gevuld met data. En dit programma of deze uitzending komt eigenlijk net iets te vroeg. Maar dan ga ik zeggen, de volgende week krijgen alle medewerkers en een PBO-mensen en dat soort dingen een uitnodiging voor de officiële opening van die website in oktober. Okay. En dan wordt er ook wat verteld dan over de samenwerking en dat soort dingen. Hebben de medewerkers die er zijn, hebben ook inspraak gehad om over de website en ideeën hebben jullie? Ja, bijvoorbeeld van ons uit. En heeft onze technicus die hier bij dit programma zit, Pascal Oelen, en zijn naam mag best een keer genoemd worden, heeft heel veel meegedacht in de website en dat soort dingen. Hoe moet het eruit zien? Ook het bestuurslid en ook medewerker Kevin Den Beste heeft daarin meegedacht. En van Noors uit hebben er ook een paar mensen van op de achtergrond meegeholpen om die website te ontwikkelen. En goed, we hebben die website uitbesteed buiten de deur, zodat we ook dat er ook continuïteit in de website zit. Als wij 24 uur service hebben. En en dat doen jullie samen met Hardenberg. Dat doen we samen. En als er twee bijkomen, dan moeten ze zich daarin inkopen. Kan ik me voorstellen. Ja, de website is zo opgezet dat er gewoon dingen bij aangemaakt kan worden. En dan kan er gewoon. Het is één website waar je op kunt filteren of je een berichten wilt voor Hardenberg of een bericht voor. Dat kan je uitbreiden met eventueel heel andere. Of gemeente. De programmering van beide omroepen staat erop. Ja, ja. De streams van beide omroepen, de luisterstreams en dat soort dingen. En de televisieprogramma's zoals dit is natuurlijk niet interessant om dat uit te zenden in Hardenberg. Want dat gaat voornamelijk over de lokale politiek. Staat er nog iets op de lijst om ook televisieprogramma's uit te wisselen? Er is wel een samenwerking bij Hardenberg met Wij Zijn TV. En of dat een samenwerking is, weet ik niet. Maar daar gaan we nu niet over discussiëren. Maar die zijn er. Ja. En die nemen ook video's over of op van gebeurtenissen in Twenterand. Ja, wat we graag willen, en daar zijn we nog wel mee bezig met de website ook, maar dan moeten we even kijken hoeveel ruimte we daarvoor nodig hebben, is sowieso ook uitzending gemist. Maar dan niet alleen voor de radio, maar ook voor tv, dat je ook tv-fragmenten kunt terugkijken. Wij hebben hem, hè? Dus, Politieke stem op Delta FM, uitzending gemist, terugkijken. Daar zijn we wel mee bezig. En dan uiteindelijk, als het zover is, dan gaan we ook. We zijn nu begonnen met radioprogramma's, omdat het redelijk simpel was. Maar we zullen uiteindelijk ook doorgaan en tv-programma's uitwisselen. Want er zullen absoluut dingen zijn, evenementen zijn, die voor beide heel interessant zijn. Ja. Maar de zelfstandigheid van elke omroep blijft gewaarborgd. Ja, het is zo dat er beide. Er is geen fusie of zo. Nee. Er is een topstichting boven gezet. Ja. En die topstichting heet Vechtdal Breed. En dat is in principe de overkoepelende organisatie. En waar jullie elkaar kunnen ondersteunen. Ja. En faciliteren, gaat dat gebeuren. Ja, okay. Juist. Brenda, ik heb nog een vraag aan jou. En waarom word jij geen voorzitter? En vraagt Delta bijvoorbeeld geen accountant om een paar uurtjes in de maand de boekhouding bij te houden? Ik denk namelijk dat zo'n accountant, je bent nog niet klaar. Ik denk namelijk dat zo'n accountant gemakkelijker te vinden is dan een voorzitter. Ja,
Laat ik zeggen dat wij op dit moment ook aan het kijken zijn naar andere bestuursleden, andere functies. Ik heb vanwege mijn eigen werk, want ik heb natuurlijk gewoon een normale 40-urige werkweek, heb ik gezegd van nee, ik kan die voorzittersrol niet doen, want dat zou betekenen dat ik overdag naar evenementen zou moeten en zo, dat ik iedere keer vrij zou moeten nemen. En dat is ook iets wat ik niet wil. Dus daarvoor heb ik heel bewust gekozen geen voorzitter te worden. Het zou wel een oplossing zijn. Je hebt de ervaring, je weet hoe het werkt hier. Je bent beschikbaar en je kan zeggen, ja, maar ik moet overdag. Ik kan je zeggen dat de meeste activiteiten waar je als gezicht naar buiten toe moet treden, dat dat in de avonduren zou plaatsvinden. En als jij wat van jou, als we toch, want daar gaan we het nu over hebben, extra technici of mensen die de techniek gaan beheersen, als je die kunt krijgen, kan je daar wat wegschrappen. En hou je tijd over, Brenda. Er zijn nog een paar andere oplossingen waar we ook naar zitten te kijken. Okay. Dat is bijvoorbeeld toch wel de besturen van NOS en Delta samenvoegen. Want ook NOS heeft problemen met bestuursleden. Mm-hmm. Geen voorzitter, maar met een penningmeester in dit geval. Ja. Dus er zijn een paar andere opties. We hebben op dit moment ook nog een paar namen van mensen lopen. Niet zozeer voor, of tenminste, niet specifiek voor een voorzitter, maar voor een andere functie. Zodat het makkelijker zou worden om dingen te kunnen combineren. Dus er lopen wel dingen. Oké, okay. Maar jij bent niet in beeld. Ik ben, nee, ik wil geen voorzitter worden. Oké, okay. Nou ja, dat is duidelijk. Ik denk, joh, dat is de oplossing. Ja, zo. Als dat de oplossing was, dan had ik het gewild, dan hadden we het al lang gedaan. Jawel, maar je kan ook zo bescheiden zijn dat je zegt, ik ga eerst proberen om een ander te vinden. En als die er niet komt, het is wel in het belang van jouw omroep, Brenda. Ja, maar op het moment dat het zo was, hadden we zoiets van, wat is er belangrijker op dat moment? Een voorzitter of iemand die zorgt dat de omroep draaiende blijft? Ja. Brenda, het is 7:55 en je weet, dit programma is van 7 tot 8. Maar gelukkig hebben wij meestal wel wat speling. En dat is maar goed ook, want ja, je kan dat niet helemaal op de minuut plannen, dit soort uitzendingen. Ik ben blij dat je even aangeschoven bent, dat je ons wat meer hebt kunnen vertellen over de lokale omroep. En doe jij een oproep nog voor een nieuwe voorzitter en de technici, of moet ik het doen? Zeg het. Nee, jij, je mag het wel, okay. Mag het wel doen. Kijkers en luisteraars, de lokale omroep Delta is heel belangrijk. We hebben al besproken waarom dat zo belangrijk is. Om juist die aandacht te geven aan de dingen die hier georganiseerd zijn, worden niet grootschalig, maar met name kleinschalig. Maar wij hebben vrijwilligers nodig. En ik spreek wij, want ik voel mij, als ik hier aan tafel zit, onderdeel van Delta. Er moeten toch jonge mensen, maar er mogen ook best oudere mensen te zijn. Het voorbeeld zit hier. Die beschikbaar zijn om aan knoppen te schuiven, of om de lichten te bedienen, of een camera, of bij een radio-uitzending in de studio te zorgen dat de juiste plaat ingestart wordt. Het is niet ingewikkeld. U krijgt de opleiding hier intern en u werkt mee aan een belangrijk onderwerp, de lokale omroep. Daarnaast is deze organisatie naastig op zoek naar een voorzitter. Ik heb begrepen dat moet een creatieve man zijn, het moet een jonge man zijn. Hij mag geen politieke binding hebben. Hoewel of de vrouw, hè? Of vrouw, ja. Hoewel de kwartiermaker dan wel sociaal-democratisch is. Maar dat heeft geen invloed op het bestuur. Nee. Dus gelukkig maar. Ja. Ook daar moet toch iemand te vinden zijn in onze mooie gemeente die zegt, ik heb nog wel een paar uurtjes over in de maand. Want echt, het is geen dagtaak. Maar u moet wel bereid zijn, en duidelijk man en vrouw bereid zijn om het gezicht van de omroep te worden. En een groot voordeel is, of een bijkomend voordeel, laat ik het zo zeggen, is dat u dan als voorzitter ook uitgenodigd wordt in dit programma om te vertellen waarom u voorzitter wilt worden en geworden bent. Ik heb geen gemeentelijke informatie van de gemeente gekregen. Maar er staat wel wat te gebeuren. Dinsdag 10 september
de eerste raadsdebatten na het zomerreces. Maar Frans Hoop gaat vieren dat ze 160 jaar bestaan. Vriezenveen gaat vieren dat ze 650 jaar bestaan. En wij komen terug op 19 september, midden in de feestweek van Vriezenveen. Ik dank de heren van de techniek. Ze waren weer allemaal aanwezig. Rogier, Hendry, Pascal en Marvin, bedankt. En de volgende keer, nou nee, niet direct de volgende keer, maar binnenkort zou ook uw naam in dit rijtje genoemd kunnen worden. Brenda, toch? Ja. Oké. U weet het ondertussen, alles is politiek. Maar politiek is niet alles. Maar toch slagen wij erin iedere keer weer een programma van ruim een uur te maken. De volgende uitzending van Politieke Stem op Delta FM is op 19 september. En dan zijn mijn gasten Jan Kuilder en Erik Kobus. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een heel prettige avond.